Ik ben Menno Post en we zijn bij restaurant De Bokkeloers in Overveen. Ik ga maken een gerechtje van langoustien met buikspek, pompoen en boksoi. Mooie jus van langoustines en een klassieke biscuit erbij. Dat is mijn ideale zomergerecht omdat langoustien is lekker fris van smaak. Een beetje een zoetje, met samen met de spek, pompoen. Eigenlijk een mooie tussengerecht wat helemaal nu bij deze tijd past. Het stel van de Bokkeloers is what you see, what you get. Dus hoofdingrediënt op het bord, begeleid met mooie garnituur en ruim aan saus. Ja, ik vind het belangrijk dat als gasten een gerecht bij ons eten, dat wel het hoofdingrediënt ook echt te snijden valt, te prikken. We noemen het altijd voor de grap. En mooi stuk vis, mooi stuk vlees, dat vinden we wel belangrijk. Nou, we beginnen met het dresseren van het bord. Pompoencrème. Dat is eigenlijk de afval die we van de pompoen hebben. Er zit een beetje gember in, een beetje Aziatische touch te geven. Dan hebben we wat mooie jonge wortel. Even een klein beetje afbranden. Een beetje roosteringssmaak krijgt. Nou, dan krijgen we wat zoetzure pompoen. Want dat zijn eigenlijk de rondjes die ik uitgestoken heb. Mooi jonge bosbeen, afgebrand. Een beetje Aziatisch gerecht. Dan gaan we de langoustine en de spek bakken. Voor het spek doen we wat shallot, knoflook en sterrenijs. Spruiten we aan. Bij wat buikspek hebben we eerst 24 uur gepekeld, daarna 24 uur in de oven gegaard. Dat doen we aanbakken. Dan hebben we een marinade van jus de veau, sherryazijn en een klein beetje aanhoornsiroop. Dat is eigenlijk een mooie lak die eromheen komt. Nou, die laten we rustig lustig trekken. Dan gaan we de langoustines bakken. Pan mooi heet laten worden. Olie erin. Langoustines. En langoustines hebben eigenlijk altijd boter nodig om in te bakken. Nou, deze gaan we mooi omwenden. Dat is echt mooi eromheen gaat zitten. Pannetje met een klein beetje citroenolie. Dan weer die frisse tonen van citroen die terugkomen in het gerecht. Dan doen we een klein beetje boksoi in. Heel kort, dan zet het eigenlijk al aan de kant. Nou, spek is ook mooi. Heel mooi omwintelen. Die jus er eigenlijk helemaal mooi omheen gaat zitten. Lekker die shallotjes. Knoflook. Die jus die dikt zich dan helemaal in. Langoustines draaien we om. Mooie grote langoustines. Klein beetje boter. Nou. Voorzichtig bakken. Mooi keerproduct. Ze zijn ook zo gaar. Nou, dan gaan we het bord dressen. Nou, dan gaat spek ertussen. Langoustine erover. En een mooi dat boksoitje tegenaan. Eigenlijk een beetje voor die Aziatische tussen, een beetje rauwe shallot. Met wat bosui, een beetje dat scherpe uismaakje eraan te geven, dat maakt het gerecht net wat spannender. Dan hebben we van langoustine van de koppen een hele mooie jus gemaakt. Net even die touch te krijgen van langoustine smaak. En erbij eigenlijk een tweede saus, een mooie schuimige bisque op basis van langoustine en kreeft. Ik vind het belangrijk dat alle producten elkaar aanraken, zodat één geheel wordt. Dit is mijn gerechtje. Eet smakelijk.